beste aanwezigen op de mooie campus Beeld in Sint-Anne-Parochie. Mij is gevraagd om iets te vertellen over een experiment wat jullie vandaag gaan bespreken, namelijk regelvrije zones. Ik zelf vind dat best wel griezelig, want iets loslaten en iets niet regelen, ja, dat is voor een bestuurder en ook voor een gedeputeerde toch heel moeilijk. De andere kant is dat als je loslaat, dat er eigenlijk heel veel mooie nieuwe dingen kunnen gaan gebeuren. Dat ondernemers of scholen dingen mogelijk maken die anders niet kunnen. De locatie waar jullie vandaag zitten, de campus, is daar wel een voorbeeld van. Verschillende werelden bij elkaar brengen, van ondernemers, van onderwijs, van overheden. En zien dat er nieuwe mooie dingen gebeuren. En dat is vandaag ook het initiatief. En mijn oproep aan ieder is om mee te denken, wat zou het kunnen betekenen als we radicaal minder regels zouden hebben? Het zou kunnen betekenen dat we minder regels hebben en daar staat iets tegenover. Dat je meer vertrouwen hebt. Want eigenlijk is vertrouwen het tegenovergestelde van een regel. Minder regels, minder wantrouwen, minder wetten en meer vertrouwen en dus ook eigen verantwoordelijkheid. Ik ben er een heel groot voorstander van dat we in Friesland gaan bekijken of dat kan. Wat het kan opleveren en wat we dan ook moeten veranderen, hoe dat eruit ziet. En hoe we ervoor zorgen dat je meer loslaat, meer initiatieven mogelijk maakt. Ook meer verantwoordelijkheid neemt in relatie ook tot een ander, dat hoort erbij. En dat je op die manier ook eigenlijk een innovatieve, vernieuwende samenleving met elkaar bouwt. Ik vind het fantastisch dat er over nagedacht wordt vanuit de ondernemers die dit arrangeren. Misschien vanuit uw kant en uw verantwoordelijkheid om dat te doen. En ik zeg er ook bij toe, ook vanuit de provincie willen we meedoen en kijken wat dat zou kunnen betekenen. Wat het oplevert, weet je nog, bij innovatie, bij verandering, van niets iets maken. Maar ik weet zeker dat het gaat opleveren dat wij gaan kijken naar hoe we de wereld ook bij onszelf dichtbij kunnen organiseren. En één ding weet ik zeker, in Friesland zou dat moeten kunnen. Juist omdat we in Friesland korte lijntjes met elkaar hebben. Ik sluit niet uit dat ik velen van u ken en andersom ook. En dat is toch wel een Friese eigenschap, elkaar goed kennen. Ja, en die Friese eigenschap heeft eigenlijk nog een tweede component, vertrouwen, wat hier nog heel groot is. Dus als het ergens kan in Nederland of op de wereld, dan is het denk ik in Friesland meer loslaten en misschien wel echt een heel regelvrij gebied. Ik roep u op, ik daag u uit en ik ondersteun u in de zoektocht daarna. Een regel weer hielp mij om vandaag bij u te zijn, maar ik heb er vertrouwen in dat dit filmpje u vandaag bereikt. Heel veel succes, tot ziens. On channel.